الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eerst en vooral wil ik de organisatie bedanken voor ons allemaal de kans te geven om deze lezing te kunnen geven. Vandaag was eigenlijk mijn bedoeling om vooral te praten over onze organisatie, maar ik heb daar eigenlijk niet zoveel zin meer in. Vandaag is er iets dat op mijn hart ligt, en dat is niet alleen maar vandaag, al jaren, maar de laatste afgelopen 3 maanden ligt dat nog zwaarder op mijn hart. En ik vind dit eigenlijk een beetje de ideale opportuniteit om daarover te spreken. Vandaag wil ik spreken uiteraard over Gaza. Ik wil me daar heel hard op focussen. En de beste manier om dat te doen, is eigenlijk te beginnen met de Koran. Ik ga starten zonder te veel verzen, maar eigenlijk gewoon om een blik te geven. Als we kijken in de Koran, zien wij soortgelijke verhalen die zich vandaag eigenlijk terug, of die vandaag terug te zien zijn. Als we kijken in Surah Al-Ghafir en een andere Surah of Suar, die spreken over Musa en Firaun. En het verhaal van Musa en Firaun, dit verhaal komt heel veel voor in de Koran. Heel veel. En dat is niet zomaar. Dat is met een reden. Als we kijken naar het verhaal van Firaun en Musa, dan zien wij dat er eigenlijk, ja, als we kijken naar de Firaun, zijn macht. Hij was op dat moment een wereldmacht. Ja, er was geen groter leger op deze planeet dan Firaun. En hij wou dat ook effectief tonen. En hoe heeft hij dat getoond? Door effectief hele hoge gebouwen te gaan bouwen, zoals de piramides die tot de dag van vandaag nog altijd bestaan. En dat was eigenlijk om een beetje schrik te jagen aan de vijanden. Dus ze hadden alle politieke machten, ze hadden alle economische machten, ze hadden ook alle publiciteit in handen, propaganda, alles was in hun macht. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben eigenlijk een bepaalde volk, Bani Israël, zoals jullie ook allemaal weten, tot bijna slaven gemaakt. Ja? En die Bani Israël, die woonden daar als slaven, in een soort openbare of een openbare gevangenis. En die woonden daar met miljoenen. Maar eigenlijk, Firaun had ze niet graag. Eigenlijk wou Firaun ze allemaal afmaken. Maar dat ging ook niet, want hij had ze ook nodig. En hij had ook niet echt de reden om hen af te maken. Dus wat deed hij? Van tijd tot tijd een keer mensen wou afslachten en noem maar op. En doe maar op. En wat deed hij nog? Oqtulu abna'ahum. Wastahyu nisa'ahum. Wat deed hij ook? Want ja, die mensen die bleven maar gemotiveerd. En het was niet genoeg om hun mannen te vermoorden of af te slachten. En wat zeiden ze? Weet je wat? We gaan hun kinderen afslachten. Subhanallah, we gaan hun kinderen afslachten om hun motivatie naar beneden te halen. En laten we de vrouwen een beetje met rust, af en toe gaan we ook wel vrouwen vermoorden, maar als we alle vrouwen zouden vermoorden, ja, dan kunnen ze hun kinderen niet meer krijgen. En dan kunnen we ze niet meer mentaal gaan afbreken. Subhanallah. En het is in deze context dat Musa is gekomen. Ja. En het eerste dat Firaun ook zei, was van, pas op, hij is een zeger. Hij begon leugens te vertellen over Musa. Hij is een terrorist. Hij wil jullie dien. Yubaddila dinakum. Hij wil jullie dien veranderen. Hij wil jullie geloof veranderen. Al-fasad fil ard. Musa is hier gekomen om een fasad te verrichten op deze planeet. We moeten hem tegenhouden. Dus op die manier zag je eigenlijk dat de grootste macht van de wereld op dat moment eigenlijk zich gemunt had op de zwakste mensen van de planeet op dat moment. Doet er jullie geen belletje rinkelen als je deze verhalen hoort? En subhanallah, zo ging het verhaal verder. Het ging verder en verder en verder. En op een bepaald moment ging de mensen, of Bani Israël, zeggen tegen Musa: ja Musa, jij bent gekomen, of ik zal het anders verwoorden, onze situatie is niet veranderd. Jij bent hier geweest of je bent hier niet geweest. Onze situatie is niet veranderd. En wat heeft Musa geantwoord in Surah Al-A'raf? Ja.
Azar Akbukum, het kan zijn dat jouw heer of jullie heer jullie vijand zullen verslaan. Het kan. Wajastakhlifa kum fil ard. En het kan zijn dat jullie dan de macht zullen krijgen. Fasawfa ta'lamun. Om te kijken, en dan gaan we zien, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zullen we zien hoe dat jullie dan over de aarde zullen heersen. Subhanallah. Subhanallah. Dus het ging hem over jaren in een stuk. Jaren in een stuk dat een volk, Bani Israël, werd afgeslacht, gemarteld en noem maar op. Na al die jaren hebben zij vandaag de macht. En kijk wat zij vandaag doen. Geschiedenis herhaalt zich. Subhanallah. Maar dat is niet enkel naar de Bani Israël. Iedereen die macht krijgt van Allah subhanahu wa ta'ala of wordt verantwoordelijk gesteld op deze planeet, zien wij dat er daar toch een bepaalde corruptie in heerst. Want als we vandaag kijken naar onze Arabische leiders of moslimleiders, dan zien wij ook jammer genoeg dat er velen onder hen nog altijd hun mond misschien zelf niet open doen, of misschien wel hun mond open doen, maar niets in actie schieten. En we zien zelfs een aantal moslimlanden, niet allemaal, een aantal, die vandaag de dag nog altijd gaan handelen met Bani Israël. Of met Israël. Nog altijd. Subhanallah. Dus zo zie je maar. Macht of aan de hoofd staan is niet altijd gemakkelijk. Iedereen wil wel de voorzitter zijn. En iedereen wil wel de directeur zijn of de prime minister zijn. En iedereen wil wel de macht. Maar het is geen gemakkelijke opgave. Want Allah zegt het zelf. We zullen dan wel zien hoe dat jullie het zouden doen. Subhanallah. En dat is een verhaal in de Koran over Musa en Firaun die vaak wordt herhaald. Die ons eigenlijk aantoont dat Firaun altijd zal blijven bestaan. Er zullen altijd Firauns zijn op deze planeet. Van grote Firauns tot kleine Firauns tot mini-Firauns. Subhanallah, we hebben zelfs soms de neiging om mini-Firauns bij ons thuis te hebben. Oh, papa, geef me een keer water. Papa, geef me een keer drank. Geef me een keer eten. Bestel een keer dit, bestel een keer dat. Bestel. Firaun, weet dat. Die alles krijgt wat hij wil. Soms is dat ook natuurlijk gevaarlijk, maar dat is een andere lezing, opvulling. Maar Firauns zullen altijd blijven bestaan. En uiteraard, wij als mens kunnen daar niet altijd iets tegen doen. Want Allah heeft ons nu eenmaal de vrije wil gegeven. We hebben hier op deze planeet, en deze planeet is de plaats dat wij worden getest. En we kunnen getest worden, zowel door Allah rechtstreeks, door een aardbeving, tsunami, door ziekte, wat dan ook. De sabr op dat moment is veel gemakkelijker. Allee, veel gemakkelijker. Mijn excuses. Ik zeg gewoon, gemakkelijker dan als iemand anders u onrecht aandoet. En dat is eigenlijk de plaats van dunya. Allah heeft er eigenlijk voor gezorgd dat op deze planeet wij elkaar ook onrecht kunnen aandoen. En dat is wat er vandaag ook gebeurt. En dat doet natuurlijk veel meer pijn. Zoals Allah ook zegt in de Koran. وَنَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Subhanallah. Zoals Allah het zegt, deze plaats is de plaats van testen. Het is niet de plaats van beloning. Uiteraard krijgen wij hier een beetje voorsmaak van het paradijs. We zijn geen christenen. Christen denken, hun visie daarover is, het is hier de plaats van afzien en we zullen terugkeren naar een betere plaats. Ja, oké, okay. Het is hier de plaats van de testen, maar we krijgen ook een aantal mooie, goede momenten ook in deze dunya, om ons toch een beetje te motiveren naar een akhira. Maar deze plaats is een plaats van testen. En Allah zal ons testen, iedereen van ons, iedereen, op elk niveau. Al is het met amwaal, dus met bezittingen, met anfus, met het verliezen van geliefden, met tamaraat, met eten. Iedereen zal worden getest. Maar, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala, best jullie sabri, maar geven goede tijdingen aan de geduldigen. En subhanallah, Allah kiest vaak mensen uit en profeten uit. En vandaag, wie zijn de uitverkorenen op deze planeet? Zijn de mensen van Gaza. Zij zijn de uitverkorenen. Zij zijn volledig ontkoppeld van deze dunya. Dunya interesseert hen
totaal niets meer. 0.0, het is niet zoals ons. Ja? Voor hun maakt het niet meer uit. Ze zijn hun bezittingen kwijt, hun huizen kwijt, hun kinderen kwijt, hun geliefden kwijt. Ze zijn hun benen kwijt, hun gezondheid kwijt, ze zijn alles kwijt. Subhanallah, zij ruiken dagelijks al-Jannah naast hun. Zij zijn uitgekozen geweest vandaag door Allah subhanahu wa ta'ala om direct als martelaren naar Allah subhanahu wa ta'ala direct te keren. En wij hebben vandaag de kans als moslimien over de wereld om bij hun te joinen. Wat bedoel ik daarmee? Om hen bij te staan op iedereen op zijn niveau. Iedereen op zijn niveau, door tenminste dua te doen. Minstens dagelijks dua te doen. En ik spreek nu vooral voor mezelf. De eerste week, ik was ook enorm bezig. Dua en noem maar op. Maar door onze dunya-leven hebben wij soms de neiging om, ja, dat allemaal een beetje te vergeten. Nochtans, 150 mensen per dag worden nog steeds afgeslacht. Waaronder vooral kinderen en vrouwen. En subhanallah hebben wij toch nog altijd de neiging om die zaken te vergeten. Subhanallah. Mohal ons leiden. Ik spreek nu vooral ook voor mezelf. En daarom is er van tijd tot tijd een herinnering nodig. Want wij zijn insane. Kom van het woord nesia. Wij zijn vergeetachtig. Tadakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Met andere woorden, laat de mensen herdenken. Want de herdenking zal nutzaam of voedzaam zijn voor de moslims. Wij moeten elkaar stimuleren. En daarom had ik vandaag het is de kans om mezelf eerst en vooral en jullie ook allemaal nog eens wakker te schudden van de situatie. En subhanallah, het wakker schudden van de situatie moet soms komen van een onverwachte hoek. Kijk maar naar deze Amerikaanse soldaat die deze week zichzelf in brand heeft laten schieten. Een niet-moslim, 25 jaar. Zijn emoties hebben de overhand genomen en heeft deze daad gedaan. Ik zit met een dubbel gevoel natuurlijk. Ik wil maar niet over uitspreken over halal, haram is niet mijn zaak. Allah die bepaalt. Allah kent hem, wij kennen hem niet. Maar ik zit met een dubbel gevoel. Dat zo iemand zo een nobele zaak moet doen. En dat wij soms de neiging hebben, moslims, om die zaken een beetje te vergeten. En als je kijkt ook naar onze wereldleiders, wij moeten die zaken vergeten. Kijk maar naar de case in Den Haag. Dat Zuid-Afrika op zich heeft genomen. Mashallah, Zuid-Afrika. Maar waar zijn onze moslimleiders geweest? Waar zijn de moslimlanden geweest op dat moment? En dat doet soms pijn. Dat doet soms pijn. Maar bon, wij kunnen de wereld niet veranderen van bovenuit. Maar we kunnen wel van onderuit iets doen. We weten, we worden getest. En wij hebben vandaag de kans om te joinen, zoals ik al zei, met de mensen in Gaza. Zij zijn uitverkorenen en wij kunnen daar rond ook zaken doen. Ik sprak over dua, maar natuurlijk dua, dua, dua. Wanneer komt die dua uit? Natuurlijk, het kan altijd, zelfs de grootste zondaar. Met andere woorden, de enigste voorwaarde om dat Allah jouw dua zou aanvaarden is gewoon vet'uni. Gewoon doe dua. Volgens deze ayah. Maar volgens een andere hadith natuurlijk, wordt er gezegd, er kwam een man, jullie kennen dit hadith, er kwam een man, zijn eten is haram, zijn kledij is haram, en noem maar op, en hij zegt, oh Allah, hoe kan Allah zijn dua aanvaarden? Dus als we naar deze hadith zouden luisteren, dan zou ik mezelf en jullie ook willen adviseren, werk eerst en vooral, als jullie de mensen in Gaza willen helpen, werk eerst aan uzelf. Heb een betere band met Allah subhanahu wa ta'ala. Stop met zondigen. Wij zien dagelijks al die beelden die verschrikkelijk zijn, die pijn doen, die eigenlijk is als een soort bestraffing voor onze ogen. Wat ik zelf al mensen heb gehoord die tot bij mij komen en die zeggen, Riyad, ik ben gestresseerd, ik ben boos, ik sta nerveus, hoe moet ik zeggen, ik sta heel zenuwachtig thuis met mijn vrouw en mijn kinderen door dagelijks naar die beelden te kijken en ik ben gestopt naar die beelden te kijken. Subhanallah. Dat is begrijpelijk. Inderdaad, op dat moment is het beter dat je even afstand neemt. Maar de bedoeling is dat we effectief aan onszelf werken. En de maand Ramadan staat voor de deur. De ideale moment om daaraan te werken. Aan die taqwa. Ja, yu alladhina amanu kutiba alaykum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Met andere woorden, jullie die gelovig zijn, vast zoals wij dit hebben voorgeschreven aan de mensen voor jullie, zodat jullie taqwa zouden hebben, godsvrucht zouden hebben, of een betere band zouden hebben met Allah subhanahu wa ta'ala, of een muur zouden plaatsen tussen u en haram. En dat is denk ik de eerste taak voor ons moslims allemaal. Hoe kan het zijn dat mensen daar aan het schreeuwen zijn, aan het afzien zijn, en dat wij hier nog altijd
aan het zondigen zijn en aan het feesten zijn en dat wij aan het feesten zijn en super hoera noemen, roepen voor een voetbalmatch en super blij zijn voor banale zaken, terwijl onze broeders en zussen afzien, subhanallah. Daarom is het wel belangrijk om aan die taqwa te werken. Werk aan uw band met Allah subhanahu wa ta'ala. En op die manier, inshallah, zullen de dua ook meer aanvaard worden. Dat zijn de twee basisbeginselen dat wij allemaal iets aan kunnen doen voor de mensen in Gaza. Vervolgens is het ook belangrijk, als je kijkt naar de evolutie van de zaken, we zitten in de realiteit. Ja, sommige mensen, hè, en ik respecteer deze mening, maar sommige mensen leven niet in de realiteit. Sommige mensen zeggen als moslims, ah ja, hij mag niks doen, of je mag niet iets zeggen tegen de overheid, of tegen onze moslimleiders, hij mag niet dit, hij mag niet dat. En, ah ja, op straat komen, ga nee, dat is geen dit, dat. Oké, mensen, alsjeblieft, kijk naar de realiteit. Als dit nu eenmaal onze wereld is, en als we op die manier een bepaalde verandering kunnen brengen, dan is het misschien wel de juiste moment om dit te doen. Het is vandaag niet het moment om wij moslims te zeggen, van, jij moet zo bidden of zo bidden, en dit is bid'a en dit en dat. Dit is het moment niet. Het moment vandaag is om samen te komen, om onze kleine details opzij te leggen en samen te zijn als één umma en met één stem te spreken, vooral tegen de mensen van Gaza. Kijk maar, subhanallah, naar de prime minister van Schotland, ja, die misschien wel een aantal zaken heeft gezegd die tegen de islam gaat, of dat wij zeggen van, oei, wat zegt hij hier, dat kan niet. Maar vandaag, door het feit dat hij wel aan de macht is, is hij wel een van de voorgangers die zegt, we zullen UNRWA nog altijd financieren, zoals jullie weten. Subhanallah, de dag dat Den Haag had gezegd van, oké, we gaan de case gaan bekijken of het effectieve genocide is, heeft Israël en vele sterke landen UNRWA eigenlijk de kraan dicht gedaan. Zonder effectieve reden. Omdat er misschien enkele mensen, zo gezegd voor Hamas, daar zouden sympathiseren. Van de 30.000. Als er op een school, op een universiteit, één leerkracht iets verkeerd doen, gaan wij van eens keer de universiteit sluiten? Gaan wij van eens keer de school sluiten? Nee, we gaan de persoon aanpakken, de persoon eventueel buitensmijt, maar we gaan de universiteit niet sluiten. Wat doet Israël? Wat doet grote landen? Zij sluiten volledig de universiteit, voor zo gezegd enkele mensen die zogezegd voor Hamas sympathiseerden. Subhanallah. En op zo'n momenten hebben wij mensen nodig, inderdaad, moslims die aan de macht staan. Zo hebben we dan mensen nodig die hun mond open doen. Subhanallah. Daarom is het belangrijk dat we moeten kijken naar onze eigen talenten. En kijken hoe dat wij effectief eventueel een verandering kunnen brengen. En iedereen kan wel iets doen op zijn niveau. Ik spreek nu heel banaal. Het kan zijn dat je gewoon dagelijks dingen deelt van de rest. Gewoon bewustwording. Ja? Ik ben zelf ook leerkracht op mijn school. En soms heb ik ook de indruk dat mijn leerlingen, islamleerlingen, gewoon, ja, die slaapwandelen, hè, die de wereld en zeer niet meer en niemand spreekt daar niet meer over en van tijd tot tijd moeten we elkaar een keer wakker maken. Dus het bewustwordingsproces is belangrijk dat wij dat blijven aan de dag brengen. We moeten proberen om altijd mensen bewust te laten zijn van de situatie. En ik weet, het is niet altijd gemakkelijk. De eerste week waren we allemaal gemotiveerd. De eerste maand ook en dat inderdaad een beetje naar beneden gaat, dat klopt. Maar mensen zoals de US Army Navy, die vandaag ons, of deze week ons weer heeft wakker gemaakt, laten we deze kans niet voorbij gaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat dit weer wereldnieuws is. Ik heb een leerling die zei tegen mij, ja meneer Riyad, maar ik had misschien liever in Gaza geweest, hè, in plaats van zichzelf op te branden en niks. Ik had misschien liever in Gaza geweest en daar misschien strijden en daar misschien dood geweest. Dat zou misschien een betere dood zijn. Ik zeg, Allahu a'lam, maar feit is, mensen zijn vandaag ook aan het strijden of wat dan ook, aan het sterven. Het is geen wereldnieuws. Maar die man die aan de ambassade van Washington, van Israël, zichzelf in brand heeft laten schieten, is wel wereldnieuws geworden. Dus laten we dit ook niet voorbij gaan. Ook ten ere van deze persoon die dat heeft gedaan, laten we weer de vlam opnemen om weer iedereen bewust te maken. En dat is een plicht van elke moslim. Ja? We zijn verplicht, zoals de profeet Salam ook gedaan heeft. Als wij onrecht zien, of als we iets zien dat niet oké is, dan zijn we verplicht om dit te veranderen met onze handen. En als we niet in staat zijn, met onze mond. En als we dan niet in staat zijn, met onze harten. Het is van cruciaal belang om dit te doen. Subhanallah. En er zijn veel hadith. Ik kan er veel brengen vandaag. Misschien ga ik er nog twee of drie doen, want mijn tijd zit waarschijnlijk bijna. Of ik zit maar al een half uur. Ik ga toch even kijken naar mijn tijd. Want als ik spreek over Gaza, kan ik ze mij soms heel lang laten gaan. Maar misschien ook een belangrijke. Oma asaba min musibatin illa bi idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Wallahu bi kulli shay'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Belangrijk.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بأندر وورden, de musiba die komt. De musiba zullen komen voor ons allemaal. Ja? En het komt allemaal met de toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala. Het is hier de trial place. Het is de plaats van testen. En Allah heeft het ook voor gezorgd dat wij ook elkaar kunnen testen. Kijk maar naar onze eigen gezinnen thuis. Soms zijn de... Ik denk dat het ook zo is. De moeilijkste testen zijn vooral thuis. Met uw vrouw, met uw kinderen, met uw ouders. Het is nu eenmaal zo. De moeilijkste testen komen meestal van de mensen waarvan je van houdt. Maar dat is nu eenmaal zo. Dat is nu eenmaal de plaats van de testen. Maar wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Als we worden getest, en het is met de wil van Allah, en wat er in Gaza ook gebeurt, dat is ook zo, eenmaal zo. Maar wat moeten wij doen op zulke momenten? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. En gehoorzaam aan Allah en gehoorzaam aan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dat is heel belangrijk, we moeten ons vasthouden. We moeten ons vasthouden allemaal aan de touwen van Allah subhanahu wa ta'ala. En subhanallah, wat een eer, inshallah, Allahumma balagna Ramadan, inshallah, we zullen ons de maand Ramadan laten meemaken. En de Ramadan staat aan de deur, ideaal moment om terug dat touw van Allah subhanahu wa ta'ala terug allemaal samen te vast te grijpen. En terug die taqwa, aan die taqwa te werken. Een belangrijke hadith dat ik nog vandaag zeker wil over spreken. Een hadith die subhanallah perfect overeenkomt met wat wij vandaag meemaken. Er is een hadith van de profeet Sallam die zegt: De mensen zullen, de naties zullen zich verzamelen om jullie te bestrijden. Zoals mensen zich verzamelen om te komen eten. Je weet wel, als er een akira wordt gegeven in de moskee. En er wordt wel zerda geplaatst, dan ja, het is tijd om te eten. Ja, iedereen gaat daar naartoe direct en het wordt ook uit de maat. Het is heel stil op dat moment. En iedereen verzamelt zich om te gaan eten. En wat de profeet Sallam zegt, op een dag zullen mensen, naties, zich verzamelen. Zoals mensen zich verzamelen voor het eten. Om jullie te bestrijden. Of om ons te bestrijden. En de sahaba zeiden, ja Rasulullah, zullen wij op dat moment met weinig zijn? Zullen we met weinig zijn? En de profeet zal zeggen, nee, integendeel. We zullen met heel veel zijn. Met heel veel. Maar we zullen zijn zoals de schuim van een golf. Als we kijken naar de golven en de zee, dan komt dat zo'n beetje schuim en dat verdwijnt. We zullen hetzelfde zijn. We zullen met heel veel zijn, zegt de profeet. Maar we zullen zijn zoals schuim. Geen waarde, geen kwaliteit. We zullen kwantiteit hebben, maar geen kwaliteit. Subhanallah. En de profeet zegt verder. En de angst en de eer, vooral de eer van onze vijanden. Dus onze vijanden hebben bepaalde, hoe moet ik het zeggen, bepaalde eer naar ons moslims toe. Want die eer zal verdwijnen. Er zal geen angst meer zijn tegen de moslims. Want onze vijanden zullen kunnen doen wat ze willen met ons. Kijk naar vandaag. 3 maanden afslachting, genocide. We zijn vandaag met 2 miljoen moslims. Allahu alam, ik ken de juiste getal niet. Maar we zijn wel met bijna 22% van de wereldbevolking. En van die 22%, we hebben nog niks kunnen doen op 3 maanden tijd. Niks. We hebben de afslachting nog niet kunnen stoppen. Subhanallah. Allah zal op dat moment de eer van de moslims bij onze vijanden wegnemen. Ze gaan kunnen doen met ons wat ze willen. En de vraag is dan, de sahaba vroegen, hoe komt dat, ja Rasulullah? En het antwoord is frappant. Het antwoord is, omdat wij moslims op dat moment, wij zullen van deze dunya houden en wij zullen de dood haten. En dat is de reden. Kijk naar de tijd van de profeet Sallam. Kijk naar Badr. Ze waren met 300 tegen 1000. Hoe kunnen zij nu tegen zo'n grote leger winnen? Hoe? Ze waren niet bang. Ze hielden niet van deze dunia zoals wij houden. En ze waren niet bang voor de dood. En niet enkel maar Badr. Kijk hoe dat de islam in de tijd van de kalifaat, van Omar radiallahu anh, hoe is die verspreid geweest? Tegen de Romeinen, tegen de Persische Rijk. Dat waren nomaden. En toch hebben zij zo de islam kunnen verspreiden tot aan de grenzen van China, tot hier in Europa, tot in Spanje, tot in de slag van Poitiers. Hoe komt dat? En op dat moment hadden onze vijanden wel eer voor ons.
Wel eer, waarom? Omdat wij moslims op dat moment niet bang waren voor de dood. En deze dunya voor ons was maar een speelakker. Lahu. Wa la'ib. Om al hayat dunya ila la'ib wa lahu. Was maar een speelplaats. Was maar een plaats van verlangens. We weten dat deze dunya niet de echte leven is. De echte leven is een akhira. En daardoor waren wij sterk. Maar vandaag, wij moslims, wij verkopen onze zielen voor dunya. Spreek voor mezelf ook. Wij verkopen vaak onze ziel voor dunya. We moeten nu niet zo ver gaan kijken, maar kijk gewoon naar onze financiële transacties soms. Soms gaan wij onze financiële transacties belangrijker vinden dan Allah subhanahu wa ta'ala. En de dood is ook zo ver van ons verwijderd geraakt. Wij spreken niet zoveel meer over de dood. De dood is iets dat wij niet zo graag over spreken. Ja? En dat is het probleem vandaag. En deze hadith is niet gekomen om bij de pinken te blijven zitten. Nee, deze hadith is niet gekomen om te zeggen van ja jongens, later wij moslims zullen afgeslacht worden, we zullen allemaal naar kijken, we gaan niets kunnen doen. Nee, deze hadith is gekomen om ons te verwittigen. Wij zitten nu in deze zaman, we zitten nu in deze tijd. We zitten nu in deze tijd dat wij niks kunnen doen. Dat wij heel veel zijn, maar dat er geen kwaliteiten zijn. En daarom vandaag is mijn boodschap naar jullie toe en naar mezelf toe. Zorg dat er kwaliteitsmoslims naar boven komen. Wij moeten kwalitatiever worden. Wij moeten studeren, wij moeten business doen. En inderdaad, Medina Expo is zeker geen slecht idee om zulke evenementen te organiseren, zodat we de talenten van de moslims ook een keer kunnen zien. En deze moslims moeten proberen om een stem naar boven te brengen en om iets te kunnen doen. Het is heel belangrijk. Wij moeten meer kwalitatiever worden en niet kijken naar de kwantiteit. Want het doet pijn dat we 22% moslims zijn. En we zitten, subhanallah, als we kijken naar het Midden-Oosten, we zitten met heel veel macht. Heel veel macht. Kijk naar olie, van waar komt de olie? We moeten gewoon een kraantje toedoen. Subhanallah, een kraantje, het is opgelost. Iedereen gaat windbeven. Maar iedereen denkt aan zijn portemonnee. Dat is jammer. En chapeau. Chapeau. Mashallah, voor de Houthis. Die meestal shiiten zijn. Maar mashallah, chapeau. Wat zij doen. Zeker. Mensen in Israël, Israëlieten mensen, gaan wagens met voeding blokkeren. Blokkeren. En zij worden beschouwd als helden. En zij worden toegejuicht. En aan hun wordt er niks gedaan. Mensen staan aan de Rafah, aan Egypte, en noem maar op, aan andere grenzen. En ze stoppen de wagens met voeding voor de kinderen die aan het sterven zijn van de honger. En niemand die iets doet. Maar als de Houthis vandaag een keer een boot in beslag nemen, zonder iemand te vermoorden, dan gaat er bommen worden gebombardeerd in Jemen. Subhanallah. In welke wereld leven we? Dus daarmee, chapeau voor de Houthis wat zij doen. Jemen zit zelf in een crisis. Een gigantische crisis. Maar als het gaat over Gaza, staan ze daar. Zij hebben eens geprobeerd. Mashallah. En zo zijn er nog landen die iets proberen te doen. Nu ook zeker met het feit dat Algerije deze keer een keer ook naar ICJ is geweest om te zeggen van de kolonisatie van Israël. Alhamdulillah. Ik begrijp al niet waarom dat nu pas vandaag bezig is. Want dat is al iets die al meer dan 75 jaar bezig is. Maar alhamdulillah. Dat is waar wij naartoe moeten gaan. Subhanallah. Ik kan nog heel veel ayat en veel hadith opnoemen om ons wakker te schudden. Maar ik denk dat mijn boodschap wel door is gekomen. Het is belangrijk vandaag om iets te doen voor Gaza. Zodat wij in de cirkel zitten van hun shuhada, van hun martelaren. We hebben vandaag de kans. Wij zitten in een goed systeem. We zitten in België. Alhamdulillah, we hebben vrede. Alhamdulillah, we hebben geld. Alhamdulillah, we hebben gezondheid. Wij zijn koningen op deze planeet, zoals de profeet zelfs even zegt. Als je genoeg te eten hebt voor één dag en je hebt een dak boven je hoofd en je bent veilig, je bent de koning op deze planeet. Alhamdulillah, we hebben alles wat we willen. We hebben hier de opportuniteiten om te doen wat we kunnen. We kunnen studeren, we kunnen werken, we kunnen van alles doen. Wij moeten nu dat wij hier gezond en veilig zijn, wij moeten van deze opportuniteit nemen om de mensen in Gaza op een of andere manier te helpen. Zoals ik al zei, werk aan jezelf. De dua. Blijf die dua doen. Blijf ze doen, dagelijks minstens. Ja? Af en toe misschien een qiyam al-layl, tarawih, alsjeblieft. Ik spreek ook voor mezelf. De dua.
En bij deze ga ik misschien toch wel een keer een pijnpunt zeggen. Want het doet mij wel pijn. Wat ik ook niet begrijp als ik spreek over dua. Ik zie subhanallah. Ik spreek nu vooral over Gent. Vele moskeeën spreken vandaag niet over Gaza. Vele moskeeën vandaag hebben mijn moeite tijd om een dua te doen voor Gaza. Ik begrijp dat niet. Wat interesseert mij vandaag? De 15e van Sha'ban. Wat interesseert mij vandaag? Hoe dat je wudu moet verrichten. Wat interesseert mij vandaag het tahara? Ik heb pijn vandaag. Ik zie de beelden dagelijks. Ik kom naar de moskee om mijn hart te verzachten. En als ik dan naar de moskee kom en ik zie dat de moskee spreekt over iets anders dan Gaza, begrijp dat niet. En als ik hoor dat er weinig dua of weinig aandacht aan wordt geschonken, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet. En subhanallah, de meeste moskeeën in Gent spreken niet over Gaza. En ik zeg u vandaag, er zijn genoeg ayat en genoeg ahadith dat wij vandaag kunnen gebruiken, dat we terug kunnen koppelen naar Gaza. Alhamdulillah, er zijn nog altijd moskeeën. Ik ken persoonlijk ook één moskee, mashallah, sinds 7 oktober. De imam heeft niet anders gedaan dan over Gaza spreken. Zijn dua, die uit 5 minuten bestaat, 4 minuten is voor Gaza. 1 minuut voor de rest. En dat is wat wij naartoe moeten gaan. Dat is waar we naartoe moeten gaan. Dus ik spreek ook naar alle moskeeën toe. Alsjeblieft, blijf spreken over Gaza. Altijd naar de moslims toe. Dat is onze taak. En laat u niet intimideren van oh, de overheid, dat, ik weet niet wat. Wat doen wij verkeerd? Wat zeg ik verkeerd? Dan worden we kinderen afgeslacht. Is daar iets verkeerd aan? Is dat niet de waarheid? Nu, subhanallah, zelf de mensen die tegen Gaza waren worden, hun ogen worden open. Piers Morgan, in het begin, volledig. Oh, Gaza, dat Hamas-terrorist, dat vandaag geeft hij zelf toe. Er worden duizenden kinderen, niet victims, want meestal gebruiken ze victims, slachtoffers. Maar nu heeft hij zelf gezegd, onlangs, duizenden kinderen worden gekild, vermoord. Zelf niet moslims zien het in. Dat er dingen daar gebeuren dat niet kunnen. Hoe kunnen wij dan in de moskee daar niet over praten? Wij moeten in de moskee daar ook over praten. Het is onze taak. Het is heel belangrijk. En door het te blijven doen. En inshallah tijdens de maand Ramadan moeten we daar ook blijven over praten. En daarmee ga ik ook iedereen motiveren. Als je iets kunt doen, iets organiseren, een etentje, een benefiet, ik weet niet wat, doe het gewoon. Er zijn mashallah genoeg organisaties hier buiten die voor Gaza doen. Kies er eentje uit, maakt niet uit, maakt me niet uit wie, maar doe iets voor Gaza. We hebben financieel, zijn wij hier redelijk sterk, alhamdulillah. Doe iets voor de mensen in Gaza. Want het is heel belangrijk. Allah subhanahu wa ta'ala zal ons ook vragen. Wat heb jij betekend voor de mensen in Gaza? Je wist dat er broeders en zusters worden afgeslacht. Wat heb jij gedaan? Heb je daarover gesproken binnen jouw gezin? Of ja, heb je het gewoon laten liggen? Subhanallah. En als je dan toch de keuze wilt nemen nogmaals. Wilt je iets doneren aan Gaza? Dan ga ik misschien heel kort onze organisatie voorstellen, nogmaals, aan wie dat je daar ook geeft buiten, het zijn allemaal te vertrouwen, allemaal. Maar oké, ik sta hier nu, ik had nu ook een PowerPoint gemaakt, dus ik dacht van oké, ik ga het misschien toch heel kort voorstellen. Ja. Onze organisatie, Guards of Sincere, bestaat nog maar een drietal jaren. En we zijn eigenlijk gestart vanuit leerlingen, vanuit de leerlingen, vrijwilligers. We zijn eigenlijk op een korte termijn, alhamdulillah, Allah heeft ons begunstigd. Met de juiste contacten, met vele reizen in het buitenland. En op die manier, op 3 jaar tijd, hebben wij eigenlijk in meer dan 45 landen teams kunnen opstellen. Okay. Help. Dat is wel. Ja, oké, bon. Dus 3 jaar bestaan wij, meer dan 45 landen dat wij actief in zijn. En we zijn vooral begonnen met waterputten en dan natuurlijk oké, Eid al-Adha en noem maar op. En zo zijn we geraakt, alhamdulillah, in Jemen, Syrië, het zuiden van Marokko zaten we ook. Turkije, Libië ook trouwens. En dus van Zuid-Amerika eigenlijk, tot Afrika, tot zelfs in het Verre Oosten, Indonesië zitten we, Filipijnen ook. En we hebben eigenlijk al een beetje van alles gedaan. En we zijn uitgegroeid, alhamdulillah, tot
een organisatie dat mensen toch ons vertrouwen om, door het feit dat we zijn nog klein en we proberen nog altijd heel dicht bij de donateurs te blijven en we proberen natuurlijk ook heel transparant te zijn. En op die manier zijn we eigenlijk vanaf het begin, eigenlijk hebben wij een team opgesteld ook in Gaza zelf. De mensen vragen ons soms de vraag van hoe doen jullie het om de donaties naar Gaza te sturen? Eigenlijk heel simpel, hoe raken jullie binnen? Eigenlijk heel simpel, we zitten al binnen. Ja, we hoeven niet van buiten te komen. Ja, dan is de volgende vraag, hoe raken jullie dan aan die voedingen, noem maar op. Je moet weten, de eerste maand was er nog reserves, waren er nog reserves. Het geld raakte tot onze team in Gaza en op die manier gingen ze in het begin vooral ook veel voedselpakketten doen. Maar natuurlijk, dat we vandaag worden die voedselpakketten schaarser en schaarser en proberen we eigenlijk een beetje te differentiëren in onze projecten. En op die manier hebben we broodprojecten gedaan, waterprojecten, was meer dan 100 kamionetten met tonnen liters water dat we hebben zitten doneren. We hebben kledij, we hebben zelf diesel om motoren te laten draaien gedaan. We hebben, wat is het allemaal? Ja, moest mijn PowerPoint nu een beetje werken, hè? Dan kon ik daar heel snel rap over hebben. Maar bon, het gaat niet. Dus ja, op die manier proberen we te diversifieren. Deze week hebben we nog dadelprojecten gedaan en babyvoeding ook gedaan. Op die manier proberen wij nog altijd te differentiëren en we proberen om de twee weken eigenlijk €5000 toch wel te sturen naar ons team in Gaza. En die gaat ook 100% naar daar en zij gaan dat dan ook gaan uitdelen aan de mensen die het meest nodig hebben. Dus op die manier gaan we het werk, dus jullie donaties raken 100% in Gaza, alhamdulillah. Natuurlijk, de communicatie loopt wel soms een beetje stroef en qua bewijsmaterialen moet je maar kijken op onze YouTube-pagina, Guardians of Sincere. Ik denk sinds 7 oktober, wekelijks worden daar video's gestuurd van onze projecten in Gaza, Jabalia, het noorden van Gaza, die in het begin hard werd gebombardeerd. Dus op die manier is het in de notendop een beetje waar dat wij voor staan. Eerst en vooral, dus willen jullie nog meer uitleg? We hebben ook een standje hier. Jullie kunnen ons ook vinden op YouTube, op sociale media. Ik vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala dat hij de mensen in Gaza bijstaat. En dan moet Allah de mensen in Gaza de overwinning schenken. Moet Allah de mensen in Gaza standvastigheid bieden. En moet Allah de mensen in Gaza de martelaren van mensen in Gaza vergeven en de hoogste rang in Jannah geven. En moet Allah de mensen in Gaza, die kinderen die aan het bloeden zijn, die hun benen verdwenen zijn en geamputeerd zijn geweest, moet Allah hen genezen en een thawet geven. En moet Allah inshallah ons ook het tabet geven en ons de kracht geven om deze mensen te helpen. Barakallahu feekum, bedankt voor jullie aandacht. Moest er nog vragen zijn, ik zeg u altijd welkom op onze standje. Shukran, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.